Het is een wervelstroomonderzoek. En het is eigenlijk om het ziekje van squirkers in de las. Dus we scannen die las en zeewater, eventueel squirren in zet, dat soort dingen. En hoe lijkt het? Dit lijkt heel netjes, geen probleem eigenlijk. En wat kiest u nou zien op zo'n operatie? Er worden eigenlijk wervelstroompjes in het materiaal pompt. Mocht er een squirk in zetten, dan zie je dat op het scherm dat er wat voortjeet. Zo kiest die squirkjes eigenlijk afleiden. Dus deze breger die krijgt een soort van medisch onderzoek? Deze krijgt even een medisch onderzoek, ja. Ik ben een lastdokter een beetje, ja. Kreeze kalender heel daar. Dat is de Friese Pirelli kalender, nemen ze. Met alle je Friese vrouwelijke schoon erop. Vrouw is dat ze binnen, uw boervrouwtjes of uw thuisvrouwtjes. Nou, ik het zo zie, dan heel ze nou een anti-digio werk. Ik wil even een momentje mee om die kalender heen te blijven. Ja, wel, maar ik weet precies wat erin staat. Dus, maar ik haak het even tijd om hier wat aan me heen te zien. Zo, ja. Ja, je mag de kapper wel bijhouden hier, hè. Dat is je druk. En hoe ben je zo in dit werk te lonen kwam? Nou, als je weet, ik ga mijn hele leven. Ik ben vroeger 16 jaar, ben ik mijn leerbedrijf op een graafmachine. En toen ben ik met 22 jaar ben ik op een huiskraan gekomen. En nou, iedereen kent me. En ja, ik kom uit de jongwereld, wat je draait die plaatjes op, draait die Friesel nek wel zo'n keer voor mij. Ik had bij de vroeger heb ik de platen maken op een kraanmachine. Je liet touwen die wie de zingende kraan was, maar dat weer een monteur. En ik ga het werk al die dingen. Zo. Ik ben in 84 dan. Heb ik plaatjes maken over kranen en zo, het werk. Nou ben ik net bekend met jouw oeuvre, maar dan wil ik het alleen wat jaren. Nou ja, dat valt hier nog net aan, want ik had er nog geen muziek bij. En ik had momenteel wat voorhalsontsteking, dus dat werd nog niks. Maar als je Ben Brandvreken, die had ze wel in het eendaarde parlement. Dus daar ben ze wel wat bij hem in Friesland aanwezig. Ja, dan zie je, we krijgen ze en dan lezen ergens in de laden, kunnen ze net vinden en dan hebben we nog niet vinden. Nee, dat is eigenlijk examen, maar ze ben er wel, ja. Maar er wordt nog momenteel even niks van. Ja, dat is. Nee, ik ga wat voorhoudenstekingen en ik ga nog wat drupjes en. Ah, vijftellen. Zij? Vijftellen, liedsteekje. Nou, ik. De kraanmachinist is voor zijn baan geboren. Het is een moeilijk werk, dat weet hij van tevoren. Nou. De rest monteren we er wel onder. Nou, dan maar even, zo. De kraanmachinist is voor zijn baan geboren. Het is moeilijk werk, dat weet hij van tevoren. Had een man bij jou in het bakje minstens in krijgen, is altijd naar de thuis, jongen. Ja, maar dan zei ze had een goede pil wel van hem hoor, weet je wel. Zo, ja, nee, maar het komt goed. Succes met de breien. Nou, jij mag. Heel bedankt.
jongen die stil even. Dat is een wel wat lied, hè? Ja, dat vroeg ze heel weg hoor. Maar dus, bij de helmen en de veiligheden zijn van dat kind wel wat hij dat wil. En dat kind had, ze horen hem wel beet. Okay. Het proces van hem om wel los te litten, toch? Ja. Ja, dan kan ik het weer inlitten. Ja, maar dat ik maar ervaren. We kunnen hem wel bescherming in, maar hetzelfde misschien wat het ervan maakt. Nou, succes maar loslitten dan, hè? Ja, dankjewel. Ik doe mijn best even. Hier, nog één, hier, de volgende bestel, man. Cool. Als de zin in, hoe volle zin was er in? Hier, 5 keer? Hij 10 dan. 10 keer? Wow, top, man. Doen. Doe dat eerst, joh. Veel succes. Woehoe. Okay. Heel belangrijk voor jou, dus even kijken. Probeer te staan, ja? Daar gaan we. Hoe ging het? Oh boink! Oh boink! Nou, vertel eens even, hoe wie het? Fantastisch! Ja! Wat helemaal wat het was, hoor! Je hoort wel ook nog net. Hoe lang zit je hier, Joert? Van 10 tot 6. Nou, hoop je, ja, ik dacht stiekem al dat er even wat gebeurt, toch? Tuurlijk. Ja. En oorlid moet je stroffelen, hè? Dan gebeurt er altijd wat. Nou. Hey,